We gaan naar onze correspondent Olaf Koens in Turkije. God, Olaf, het dodental blijft wel oplopen intussen natuurlijk. En soms worden er dus nog wel overlevenden gevonden. Maar die kans wordt wel steeds kleiner, horen we al, hè? Ja, Maaike, die kans wordt inderdaad steeds kleiner. Het is natuurlijk een race tegen de klok. Vergeet niet, het is ontzettend koud hier in dit gebied. Het is een paar graden onder nul. En als je dan vastzit in een gebouw, ja, de hoop vervliegt langzaam maar zeker. Ondanks het feit dat er toch af en toe berichten naar buiten komen van mensen die gered worden, hebben we ook de afgelopen dagen gezien dat de meeste reddingswerkers mensen bergen. Dat de meeste reddingswerkers nu lichamen vinden en geen mensen meer. Ja. Ja, en Olaf, dit is ook vooral natuurlijk wat er aan hulp al is, althans aan zoekhulp, zeg maar, hè, reddingshulp in de stad. Hoe is het buiten die steden? Heb jij daar zicht op? Nou, we zijn gisteren eens wezen kijken in een kleiner dorp. Dat ligt hier ongeveer 120 kilometer vandaan. 120 kilometer van Gaziantep, een grote stad. Je ziet dat in de steden is er veel hulp. Zijn inderdaad die reddingsteams actief. Zijn teams vanuit de hele wereld hier naartoe gekomen om mensen uit die gebieden te bevrijden. Is er heel veel hulp. In het dorpje waar wij gisteren waren, daar is geen hulp. Daar is pas gisteravond laat zijn er mensen aangekomen die tenten zijn komen brengen. En voor de rest hebben ze zelf hun eigen mensen moeten redden. Het zijn de buren die elkaar bevrijd hebben. En nu zijn ze vooral bezig met de begrafenis. Ik was gisteren in een dorpje van 8000 inwoners. Ze zijn 800 slachtoffers verder. Weet je, Olaf Koens, en jouw reportage gaan we als het goed is vanavond denk ik zien in 7:30. Denk het wel. Goed, Olaf, dankjewel. Succes daar.